Als imker doet Arie van de Kromme het ook handmatig maken van bijenkorven en manden. Ik heb nog een korf en die is van stro gevlochten. En die is nog met willige tenen bast is die gevlochten. Ik heb er hier bijvoorbeeld van stro staan. Wij vlechten dan niet meer met willige tenen of bramen, peut, zo nog zou ik wel noemen. Wij vlechten eigenlijk met rood dan. Ik heb hier ook nog een hele oude korf. Ik weet dat die meer dan 100 jaar oud is. Deze korf die komt uit Drenthe. En die heb ik eigenlijk ooit gekocht. Ik heb hem zelf niet gemaakt. Dat is ook weer een hele andere korf. Ook heel anders opgebouwd. Als we in de binnenkant kijken. Die is uit willige tenen gevlochten. En later is er bunt omheen gemaakt. Ik zie dat je iets in je handen hebt. Wat gebruik je voor materiaal? Zilvergras, omdat het wat fijner is als bunt en dat knakt ook niet zo vlug. Dit is eigenlijk die slakkenvorm waar we mee beginnen. Net heb laten zien. Ik ben ben eigenlijk lid van de afdeling Schijndel, maar we zijn een aantal jaar, een paar jaar geleden zijn we samengevoegd. En toen zei Arie op een gegeven moment van. Dat die korf gevlecht, dat had ik nooit gedaan. En ik heb wel altijd bijen in de korf willen hebben. En zo ben ik wel mee begonnen. En ik vind het nog leuk ook. Het is mijn eerste hoor, ik ben pas begonnen. Het is mijn vierde les, denk ik. Vierde keer? Derde keer? Zelfs. Dus ik begin pas te leren. Het is wel iets wat ik al jaren... riep dat ik dat keertje wil gaan doen, dus... Nou, ik zal je in ieder geval niet van het werk afhouden en... ik zou zeggen, veel succes ermee. Dank je wel.